als de deur dicht is, gaan die naar voren. Ja, oké. Mijn vader is de flaps aan het... Oh, nou stopt hij. Nou, we gaan naar binnen. Arie staat ook popelen. Ja, zo. Zo, mijn vader. Buizenpost. Hoe gaat het? Nou, het gaat goed. Het is... Ja, ik heb even moeten oefenen hier van wat neutraal zand is. Want als je naar achteren kijkt, dan moet het hoogtoer, dat moet dus horizontaal staan. En dan moet ik er nu nog aan trekken. Maar dadelijk niet meer. Maar ik weet nu ongeveer hoe die horizontaal staat. Dan heb je een beetje gevoel in wat je doet. Stel, we klimmen met 70 knopen en de snelheid wordt in één keer 60 knopen. Nou, niks aan de hand. Want daar ligt pas onze stall speed, zo'n beetje. Maar we willen een ruime marge hebben en een goede koeling voor de motor. Het is een luchtgekoelde motor. Als die 60 is en ik wil terug naar 70, moet ik gaan versnellen. Dus naar voren? Juist. Nou, dit is wel heel veel. Als je naar voren wil, is het alleen maar iets dit. Ja, dit is wel veel, eigenlijk, maar ik kan het bijna niet doen. Nee, ik begrijp het. Ja. Dat is de snelheid, de hoogte meten. De hoogte meten ten opzichte van luchtdrukverschillen. We moeten natuurlijk wel weten wat is de luchtdruk nu op de grond. Dat hoor ik zo meteen van het KNMI. 1012 was het net. Ja, maar ik weet, we staan onder zeeniveau. Ja. Dus als referentie zet ik hem al onder nul. Op de hoogte die wij ongeveer staan. Ja. Nou, dan komt daar een druk bij, 1012, 1013. Omdat je iets lager staat. Ja, maar dat hoor ik dan zo meteen van het KNMI. Wat ik daarin moet zetten om te kijken. Okay. Dit is zodanig gemaakt dat je dit, het belangrijkste zes instrumenten, snel in de gaten kan houden. Snelheidsmeter, hoogtemeter, verticale snelheid. Geeft je aan, zijn we aan het klimmen of zijn we aan het dalen. En hoe snel, honderden voeten per minuut, is elk streepje, hoef je niks meer te doen. Nee? Komt ie hoor. Nou, dat was niet verkeerd. Was het leuk? Ja, was leuk. Dat je voor de eerste keer het vliegtuig echt helemaal in je handen hebt. Kijk, met zo'n dingetje sturen is toch weer anders dan met zo'n ding. En ook met voetpedalen enzovoort. Ja, je kunt niet alles tegelijk de eerste keer, maar hartstikke. Dus de volgende keer een 747. Wat denk je zelf? Wie is er een knoop kwijt? Jij?